Ja, Ali B in het nieuws. Ja. En ik ga jullie een verhaaltje vertellen. Over een ervaring van mij. Met Ali B. Ja, dat was in 2010, vrienden. Ja, 2010. WK. En toen zei iemand bij SBS, want daar maakte ik een programma. Harry van Oranje. En die zei, ja, je moet een WK-hit opnemen met Ali B. Ik had daar eigenlijk niet zo zin in. Want ik had dat... Ik vond dat leuker met Jannes, dat is later ook gebeurd, maar... En, nou ja, hij zei nee, Ali B. Dus ik op naar Almere, Ali B. En die begonnen allemaal heel vriendelijk en respect, die allemaal. Nou, goed. En we gingen opnemen met Ali B. Ja, maar het was natuurlijk mijn programma. He, ja. Ik ging ongeveer aangeven wat ik dacht dat er toch zou moeten gebeuren in Harry van Oranje. Dus we zijn aan het opnemen en ik zeg tegen hem van, nou ja, als jij nou daar komt aanlopen en je doet dit en je zegt dat, dan zeg ik dit en dat en dan gaan we zo verder. En dan bouwen we dat verhaaltje op naar dat liedje van ons. Hij had een soort van entourage bij zich en hij kijkt die jongens allemaal aan en hij zegt... Horen jullie dat? Hij, over mij dan. Hij gaat mij vertellen wat ik moet doen. En hij gaat me ook nog vertellen wat ik moet zeggen. En die gasten allemaal meelachen. En die werd me daar een potje hatelijk. En een potje vervelend, die Ali B. Nou, zeg. Dat lustte de honden geen brood van. Ja... Ik weet dus uit de eerste hand gewoon, ja, hoe hij in zichzelf is gaan geloven. En wat voor een ego hij heeft. En het was zo erg. Ik weet niet precies meer wat hij allemaal zei, maar het was niet te harde, vrienden. En het was zo erg dat de cameraploeg, kun je nagaan, de cameraploeg stapt in de auto en die zeiden gelijk tegen mij, Harry, wat er ook gebeurt en wat jij verder ook gaat doen, wij draaien niet meer met die Ali B, de mazzel. Dus als jij door wil gaan, zonder ons. Maar ik had natuurlijk al lang voor mezelf besloten, hier ga ik absoluut niet mee door. En ik liet dat ook weten aan SBS en ik zei, niks Harry V, Ali B, de groeten. Hier gaan we mee stoppen. Nou ja, uiteindelijk gaven ze toe. En het ging helemaal niet meer door. Nou vrienden, dit was het. Ja, mijn aanvaring met Ali B.